Welkom in een nieuwe vlog. Vandaag gaan we het hebben over onzekerheid. Ik denk dat iedereen dat wel heeft, onzekerheid. Ik heb de vraag gesteld naar jullie toe, waarover dat jullie onzeker zijn. Ik heb heel veel reacties daarover gehad, superleuk. Ik ga misschien beginnen met waar ik zelf onzeker over ben. Dat is die bubbel, ik weet niet of dat ik kan zien. Ik heb hier zo'n bubbel onder mijn lip. Daar ben ik wel echt onzeker over. Ik weet niet, ik denk... aan de westen. Maar op zich, alleen zijn mensen dat totaal niet zien, dat is sowieso iets dat ik alleen maar zie. Maar ja, dat maakt mij wel onzeker. Ik ben ook onzeker over diepere relaties. Ik vind het heel moeilijk om... ik ben gewoon bang als ik een relatie, echt een lange relatie ga willen aangaan, dat dat voor de rest van mijn leven gaat moeten zijn. Wat dat niet zo is. Ik weet dat ook wel ergens, dat dat niet zo is. Maar ik vind het heel moeilijk om een diepere relatie met iemand aan te gaan. Niet dat ik een oppervlakkige persoon ben of zo. Want ik heb wel heel diepe vriendschappen, maar er is nog een verschil. En dan ook over de toekomst. Want wie is er daar nu niet op dit moment onzeker over? Dus ja, dat ook wel. Maar jullie zijn waarschijnlijk benieuwd waar jullie zo wat onzeker over zijn. Dus daar gaan we eventjes naartoe gaan. Eerst en vooral of ik de juiste keuzes maak in mijn leven. Ik ga het nu al zeggen, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk maak je niet altijd de juiste keuzes in je leven. Maar ook de foute keuzes die je hebt gemaakt in je leven, breng je eigenlijk tot de persoon dat je nu bent. Dus ik denk zeker niet dat je er onzeker over zijn, want moest je die keuzes op dat moment niet hebben gemaakt, dan stond je niet waar je vandaag de dag staat. Dat is gewoon een feit. En daar moet je echt niet onzeker over zijn, want niemand maakt de juiste of allemaal de juiste keuzes in hun leven. Dat bestaat gewoon niet. Tweede is voor een grote groep staan of spreken. Ik ben zelf iemand die daar niet zoveel moeite mee heeft, maar ik kan me wel inbeelden dat mensen dat niet gemakkelijk vinden. Maar het mooiste van al vind ik dat je het gewoon doet. Jij bent die onzekere persoon en je doet het toch maar. Je hebt mensen die natuurlijk 10 keer beter kunnen doen, maar voor hen is dat een... hoe zeg je dat? Een fluitje van een cent? Ja, een fluitje van een cent. Dus dat jij als onzekere persoon of daar onzeker over bent en het toch doet, dat verdient gewoon al een dikke applaus. Dan looks. Ik denk dat iedereen daar wel een beetje onzeker over is. Puisten, weet ik veel, wat allemaal, haar, lichaam. Kijk, ja, je kunt aan veel dingen iets veranderen, maar op zich, als je het dan bekijkt in het hele plaatje, wat doet het ertoe? Like, als mensen van je houden om wie dat je bent, dan is dat het mooiste wat er kan zijn. Dus of dat je dan 2 puisten op je gezicht hebt, of omdat je haar rost is, of omdat je een beetje breder bent dan de rest, I don't care. Maar als je vrienden van je houden om wie dat je bent, of ja... als ze van je houden om wie dat je bent, dan zijn dat je vrienden. Haha. Dan, wat anderen van mij vinden, dat hoort daar een beetje bij, denk ik. Ik heb een paar jaar geleden die klik gemaakt. Dat ik er eigenlijk geen rekening mee houd met wat de anderen van mij vinden. Wel wat dan mijn vrienden van mij vinden. Als mijn vrienden zeggen van... want die doen dat goed. Dus als ze zeggen, als er dat is even niet oké dat je dat zo hebt gezegd, dan weet ik dat dat niet oké is van mij. Zij kennen mij, zij weten hoe dat ik ben. Dat is iets anders. Maar van mensen dat je eigenlijk niet zo goed kent, wat dan ze ook over je mogen zeggen of over je mogen denken. Jij bent nog altijd de persoon die jezelf het best kent. Dus wat ik aan het zeggen was, jij bent nog altijd de persoon die, die jezelf het beste kent. Dus... you are right, boy or girl. Dan, buikvet. Dat heeft ook een beetje weer met uiterlijk en zo te maken. Even heel duidelijk maken. Iedereen heeft buikvet. Echt iedereen. Zelf, de ene wel meer dan de andere, maar iedereen heeft buikvet. Zelf ik. Like, iedereen heeft dat. Dus dat is de normaalste zaak van de wereld. Een baby wordt geboren met buikvet. Like, what the fuck? Dit boeit niet. Het boeit echt niet of dat mensen buikvet hebben of niet. Als je dat niet mooi vindt, dan kan je natuurlijk beginnen buikspieroefeningen en zo doen. Maar op zich,
als ik ga blijven zeggen nee, als je vrienden je leuk vinden op wie dat je bent, wat boeit dat je nu zo smal bent of zo smal? I don't care. Like, mij boeit het echt op zich al niet. Ik heb er echt geen enkel probleem mee of dat je een beetje breder bent of niet. Allee, en wat is breed zelf? Dan krulhaar. Die snap ik. Ik heb ook soms krul, soms niet. Mijn haar is zo... ja, raar. Wat ik doe is het stijlen. Meestal doe ik het met de haardroger, omdat echt stijlen met een stijltang... stijltang is slecht voor je haar. Dus dat doe ik niet zo vaak. Wat ik ook super vaak doe, is gewoon filmpjes opzoeken van op welke manier ik mijn haar kan vaststeken. Er zijn super veel toffe filmpjes op YouTube om allerlei haarstijlen uit te proberen. Dus ik zou zeggen, bekijk die zeker een keer. Er zijn echt leuke dingen tussen. En er gaat sowieso iets zijn dat je zegt, oh, dat staat wel bij mij. Dus ja. Of ik ooit liefde zal vinden. Ja, dat kan eigenlijk niemand voorspellen. Ik denk gewoon dat het belangrijk is. Dat je niet te veel op focust. Wees gewoon jezelf. En als die liefde er is bij iemand, dan zal die dat wel laten blijken. En als die bij jou er ook is, dan komt dat wel goed. En zo niet. Be happy single. Leef je leven. Nee, leef. Alsof het je laatste dag is. Leef. Alsof de morgen niet bestaat. Leef. Oké, sorry. dan nog. Over het feit dat ik vervangbaar ben. Daar ben ik niet echt mee eens. Ik ben niet vervangbaar. Vervangbaar. Jij bent niet vervangbaar. Niemand is vervangbaar. Ook al lijkt dat misschien soms. Dat vrienden nu inruilen voor iemand anders. Wil niet zeggen dat zij diezelfde persoon zijn. Dat is gewoon omdat zij iemand anders nodig hebben in hun leven. Dus nee, je bent zeker niet vervangbaar. Wees maar trots op wie dat je bent. En je bent echt niet vervangbaar. Mijn lengte. Ja, dat is dus een heel klein persoon die zegt van ik ben onzeker over mijn lengte. Kijk, je kunt daar niks aan doen. Allee, je kunt groeipeil nemen of zo, maar op zich kan je daar echt niks aan doen over hoe groot of hoe klein. Ik was vroeger heel groot en ik was daar ook heel onzeker over. Allee, middelbaar was ik echt een van de grootste meisjes. Maar op zich, op een gegeven moment moet je daar gewoon mee leren leven. En de mensen die om je geven, die gaan er echt niet over keren over hoe groot, klein, dik, dun je bent. Dus niet meer in zin. Dan puisten. Ik heb er ook weer. Hier, 1, 2, 3, 4, hier, ik zal veen. Like, what the fuck, raarste plaats in de wereld. dus ja, puisten. Ik zeg het je, iedere normale en abnormale tiener die heeft puisten. Like, dat is gewoon iets dat er mee met moeder natuur wordt gegeven, of zeg dat? Moeder aarde. dus je kunt dat een beetje wegwerken. Je hebt daar een make-up voor. Als je zegt, ik vind dat niet zo mooi. Wat dat ik doe, is ervan blijven. Dat ik één tip mag geven, gewoon niet aankomen. Ze gaan we weg gaan. Hoe zeg je dat? Als jij er niks tegen gaat doen, gaan ze ook niks eruit doen. Dus gaan ze niet super veel fel terugkomen in je gezicht. Dat wil ik zeggen. Dan. Ja, lichaam uiterlijk hebben we al gezegd. Ja, eigenlijk ook een beetje wat de andere mensen van u vinden. Ja, iemand vindt dat die persoon heel mooi kan, ja, van zichzelf, dat hij mooi kan zingen. Maar anderen vinden van niet. Kijk, als jij zingt en je wordt daar gelukkig van, dan mogen ze nog zeggen wat ze willen. Ik ga het zo zeggen. Dus dan doet het ook gewoon totaal niet toe wat ze zeggen. Als jij daar gelukkig van wordt en je zingt, graag, doe dat gewoon. En ik zeg het je, je gaat 10 jaar later daar ze nog een keer tegenkomen. Hij al zingend op een podium, zij gewoon zittend in een café. Je gaat beseffen, ja, ik sta nu toch wel hier. Dus gewoon blijven doen. Doe waar je gelukkig van wordt. Als dat zingen is, zing. Als dat voetbal spelen is, speel voetbal. Gewoon doen wat je gelukkig maakt. En de laatste, de toekomst. En dat heel veel mensen daar onzeker over zijn, over de toekomst. Weet je wat dat is? Je gaat nooit zeker zijn over je toekomst. Niemand is zeker over zijn toekomst. Dus ik denk gewoon dat het belangrijk is om het beste ervan te maken en te leven in het moment. Ik ben echt een levensgenieter, dus elke dag geniet ik gewoon van wat ik doe, ook al
zijn dat hele kleine dingen. Dat zingen in de auto met mijn broers en mijn mama en papa. Wat dat nu echt al lang geleden is. Dat zijn zo van die kleine dingen. Als je daarvan kan genieten, dan is dat echt wel meer dan genoeg. En gewoon niet te veel nadenken, denk ik, over de toekomst. Want je kunt aan de toekomst niks veranderen. Dat gaat komen, dus het is niet dat je zo dat gaat kunnen tegenhouden of zo. Dus niet te veel mee inzitten. Dan over iets, wil ik het eigenlijk nog over iets heel kleins hebben. Dat is waar dat veel mensen onzeker over worden. Dat is de app Instagram. Ja, op Instagram doet iedereen zich eigenlijk heel gelukkig voor. Ik heb zelden of nooit iemand een foto zien plaatsen van minder goede tijden. Ik zou dat zelf denk ik ook niet direct doen. Maar dat is eigenlijk gewoon een beetje fake realiteit. Ik zou zeggen, let daarmee op met Instagram. Zorg dat je sterk genoeg in je schoenen staat als je met zo'n social media begint, zeker als kind. Let niet te veel op de reacties van de mensen die je niet graag hebben. Ik heb ook heel vaak dat... Ik heb heel veel vriendinnen die vooral superveel reacties krijgen op foto's. En bij mij is dat niet zo. Vind ik dat erg? Nee. En zou ik dat graag hebben? Ja, natuurlijk. Maar ik weet ook wel dat mijn vrienden... dat mijn vrienden mij mogen. Dus eigenlijk boeit dat niet zo superveel. Maar toch denk je daarover na. Toch denk je na over hoeveel likes heb ik op die foto gehad en hoeveel op die andere. Misschien moet ik die ene wel wissen. Ik ben ook zo'n persoon. Ik denk dat veel mensen zo zijn. Nu moet je gewoon onthouden dat Instagram, dat is eigenlijk gewoon... ik zeg niet dat alles fake is, maar je ziet alleen maar de mooie momenten op Instagram. En je ziet niet wat er achter... Of ja, wat er van binnen die persoon omgaat. Dat kan zijn dat die persoon mega hard lacht, maar eigenlijk net iemand is verloren. Dus ik zou zeggen, let daarbij op. En ja, dan komt dat wel goed. Want ja, niemand gaat ook een foto nemen. Bijvoorbeeld als je echt super hard aan het amuseren bent, ga je nooit het idee hebben van kom, laat ik een foto trekken van elkaar of van onszelf. Snap je? Dus de mooiste momenten staan daar al niet op. Onzekerheid is dus de normaalste zaak van de wereld. En ik wil ook dat jullie dat beseffen. Iedereen is onzeker. Alvast super hard bedankt om al jullie onzekerheden door te sturen naar mij. Om mij dat vertrouwen te geven. En hopelijk vonden jullie een beetje een interessante, leuke vlog. En dan zie ik jullie volgende week terug. Bye!